Kitty van Beek, voormalig bestuurder van het Radboud UMC, is woensdagmiddag door burgemeester Bruls benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van Beek kreeg het lintje bij haar afscheid in de stad Schouwburg in Nijmegen. Ze is onderscheiden vanwege haar verdiensten voor het ziekenhuis en voor haar maatschappelijke betrokkenheid. 61-jarige Kitty van Beek was 6 jaar lang lid van de raad van bestuur van het Radboud UMC. Ze maakte zich onder meer hard voor duurzaamheid in de zorg. Daarnaast hielp ze mee aan activiteiten bij vluchtelingenkamp Heumezoord en was ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting de Lindenberg. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de Beuningse Peter B. Die wordt verdacht van de moord op Berry van den Berg in april van dit jaar. De twee mannen kregen ruzie in café De Sportcentrale, waarna B naar huis ging om een mes te halen. Daarna stak hij van den Berg dood. Volgens zijn advocaat haalde hij thuis een mes om zich te kunnen verdedigen bij een nieuwe confrontatie. En wilde hij terug naar het café om getuigen te spreken. De rechter is echter van mening dat B genoeg tijd had om zich te bedenken en terug naar huis te gaan. Daarom spreekt de rechtbank van moord en niet van doodslag. Uitspraak volgt woensdag 29 november. Dat er van Boetselaarstraat een smal weggetje zou blijven, gaat niet waargemaakt worden. Die belofte stamt uit 2010, maar de weg in Nijmegen-Noord moet alsnog verbreed worden om aan de nieuwe gemeentelijke voorschriften te voldoen. De Van Boetselaarstraat gaat verbreed worden tot 4,80 meter, zodat auto's elkaar daar zonder problemen kunnen passeren. Dat heeft de gemeente laten weten na vragen van de Nijmeegse PvdA-fractie. Het gerucht ging zelfs dat de weg 6 meter breed zou worden, maar daar is volgens de gemeente niks van waar. De weg wordt aan de zijkant verbreed met betonblokken, zodat het er nog wel uitziet als een smalle weg, maar er toch meer ruimte is voor auto's. Er kan weer geshopt worden in het oude V&D-pand in Nijmegen. Eind augustus sloot warenhuis Topshelf daar de deuren en sindsdien stond het gebouw weer leeg. Aankomende zaterdag is kerstwinkel All About Christmas geopend op de begane grond van het pand in de Burgerstraat. Het is niet de eerste Nederlandse vestiging van de kerstwinkel. Ook in steden als Utrecht, Eindhoven en Lelystad staan al winkels vol met kerstverrassingen. De winkel blijft open tot januari.